Het grootste probleem wat ik heb met wat er nu allemaal gebeurt met de Olympische Spelen en alles daaromheen, is het volgende. Dit filmpje is bedoeld voor entertainment doeleinden. Alles wat ik hier uitspreek is eigen mening, gebaseerd op eigen onderzoek en je zult zelf de feiten nog moeten checken. Kijk iets verder dan je neus lang is en zorg dat je op de hoogte bent. Dat mensen het gewoon nog steeds niet zien. Niet zien dat kindermisbruik, satanisch ritueel kindermisbruik, normaal wordt gemaakt en mensen nog steeds... Ik heb hier al een filmpje over gemaakt deze week. Een filmpje heeft veel impact gemaakt, veel reacties van mensen gekregen. Nu komt er een klokkenluider, dus een ex-politieagent. En die komt eigenlijk met dingen die al heel lang bekend zijn. Maar zij is daarbij betrokken geweest, zij heeft zich in die zaak genesteld en ze is hier nu keihard aan het werk om dingen aan het licht te krijgen. Ik weet niet precies wie die dame is, maar het is niet voor niets dat dit soort dingen nu allemaal naar buiten aan het komen zijn. En ik ben dus verkapt bedreigd met, Shimmet al-Sabaat wist ook zoveel en ineens was zij niet meer. Zelfmoord en iedereen gelooft het. Ik wil natuurlijk niet dat het jou overkomt, Alice. Dat zegt hij dan. En alle CD's raken hun kinderen kwijt. En dat zijn geen bedreigingen. Dat zijn geen bedreigingen. Maar hij schrijft natuurlijk wel om mij met voor- en achternaam dat ik complot gaande hou. Dus ze doen er alles aan om de bodegravenzaak geen aandacht te geven. Dat jij dus moet gaan opletten. Want het gaat om jouw kinderen. Het is ook niet onbekend dat wij als Silent Warriors, maar ik, voor die vrijheid en de toekomst van onze kinderen aan het strijden ben. Het is niet voor niets dat wij een samenwerking hebben opgebouwd met NZJ en Marvin. Het is ook niet voor niets dat wij continu aan de bel trekken over dit soort zaken. Het is helemaal niet voor niets als we er allemaal nu ook nog eens een keer wat mee gaan doen. Want ik weet niet of jij het oké vindt, maar er is dus nu weer iemand op de Olympische Spelen toegelaten die een meisje van 12 heeft misbruikt. Daar zijn straf vooruit heeft gezeten van 12 maanden. Maar wat mensen vergeten is dat dit de normaalste zaak van de wereld is tegenwoordig. Dat meisje heeft blijkbaar gewoon het recht om levenslang te krijgen, omdat die viezerik zijn poten niet thuis kon houden. En hij is na 12 maanden gereinigd van al zijn zonden. Denk nou eens een keer na. Het zou jouw kind zijn. Het zou jouw kind zijn. Kijk even met me mee naar het volgende stukje van 9 for News over die politieagenten en oordeel zelf. Ex-politieagent bijt zich vast in bodegravenzaak. Dit is de grootste real-life horrorfilm die je je voor kunt stellen. Beetje bij beetje gaan we steeds meer zien van het satanisme. We hebben het gezien op de Olympische Spelen. We zien steeds meer hoe de poppetjes van deze secte geïnfiltreerd zijn op de belangrijke posities en hoe ze proberen ons langzaam te laten wennen aan het pedo-gebeuren. Dat zegt oud-politieagent en MA'er Alice Besselink in een video op sociale media. Besselink heeft zich vastgebeten in de bodegravenzaak, die gaat over een pedofiele netwerk en rituele kindermoorden in de gelijknamige gemeente. Dit gaat over hooggeplaatste ambtenaren die eigenlijk het hele COVID-gebeuren hebben uitgerold. Ze hebben hun eigen rechters geregeld voor de avondklok. Grootste real-life horrorfilm. Shanet Ossebaard wist ook zoveel. En ineens was ze er niet meer. Zelfmoord en iedereen gelooft het, aldus Besselink, die 13 jaar bij de politie heeft gewerkt. Ze roept mensen op om op BitChute te zoeken naar de bodegravenzaak. Ga er echt goed voor zitten, het is echt super ingewikkeld. Het is de grootste real-life horrorfilm die je je voor kunt stellen. Idiote secte. Volgens de ex-agent zijn er heel veel getuigen die nooit zijn gehoord. Er is zoveel om te onderzoeken. Nu hebben we bij de Olympische Spelen gezien in wat voor een idiote secte we terechtgekomen zijn. We hebben het al jaren gezien met het Songfestival. En wie het nu nog niet ziet en dit ook nog gaat promoten, get a life man. Je bent echt niet goed bij je hoofd als jij nu nog steeds niet ziet wat er gaande is. Duidelijker kan het niet, hè? En wordt het niet een keer tijd dat je op gaat staan? Dat jij gaat laten zien, ik wil deze toekomst niet voor mijn kinderen. Dat jij gaat laten zien dat je er wat aan gaat doen. Of vind jij het oké dat jouw kind straks in die situatie zit? Laat de keuze aan jou. Doe er maar eens wat mee.
Wil je meer van dit soort informatie? Wil je weten wie de Silent Warriors zijn? Kom naar het Telegram kanaal. Of ga naar de website www.silentwarriors.nl. Schrijf je alvast in. De website is nieuw. We zijn hem aan het opbouwen. Stapje voor stapje komen we steeds dichter bij de waarheid. En het wordt ook tijd dat jij je uit gaat spreken. Want het gaat om jouw kinderen, hun toekomst. Ik wil jullie nog even één ding op het hart drukken. Dit gaat pas echt impact hebben als we hier allemaal iets mee gaan doen. Als we ons met z'n allen steeds meer gaan uitspreken. Want anders blijven mensen zoals ik en die vrouw en al die anderen die hier continu over praten, in hun eentje risico lopen en gaat het niet werken. We hebben jou nodig dat je gaat uitspreken. We gaan dit alleen stoppen als we het zelf doen. Er is niemand die ons komt redden. Geen Trump. Helemaal niemand. Ik zie weer allemaal dingen voorbij komen van allemaal mensen waar iedereen zegt, ja, en hij gaat de wereld veranderen. De enige die de wereld gaat veranderen, ben jij en dat ben ik. Als we ons maar uit gaan spreken. Denk er maar eens over na.